U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Van het westen uit trekt een gebied met bewolking en een paar buien over het land, waarbij de meeste buien zich richten op de noordelijke helft van Nederland. Voor de buien uit in het oosten nog wat zon in de ochtend, dan raakt het dus tijdelijk bewolkt en in de middag klaart het van het westen uit alweer op en vinden we de laatste buien nog in het noordoosten. Temperaturen lopen langzaam op, vanmiddag wordt het 10 tot 12 graden, dat is te fris voor de tijd van het jaar en bovendien staat er een matige tot vrij krachtige, aan zee mogelijk krachtige wind uit het westen. Vanavond in het noorden misschien een enkele bui, verder is het droog met brede opklaring en de temperatuur daalt geleidelijk tot een graad of 7. Dan gaan we naar morgen en ook dan hebben we toch licht wisselvallig weer. In het oosten en zuidoosten blijft het lang droog met zonnige perioden, in de rest van het land wat meer bewolking en een enkele bui. In de avond regent het tijdelijk, maar die regenzone trekt ook weer vrij snel over het land. Ook donderdag en vrijdag hebben we wisselvallig weer. Hoewel vrijdag de kans op buien snel af begint te nemen. Zaterdag zou wel eens een droge dag kunnen zijn. Nog steeds met vrij lage temperaturen. 10 tot 13 graden wordt het dan. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.